Maar dit is zo'n dood reserve dat je gewoon eigenlijk bijna niks tegenkomt. Daarom ben ik hier ook eigenlijk bijna nooit. Hey, kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van The Hunter. Deze keer zijn we in een heel ander reserve dan normaal. We zijn vandaag in Bush Rangers Run, dat is dus de woestijn. En zoals jullie zien ben ik nou hier in de lodge. En als we hier naartoe lopen, hier zo op deze berg, en als we ook deze kant op gaan, die, en naar deze berg, dan kunnen wij de kangoeroes, want we kunnen hier ook kangoeroes jagen, dan kunnen we die ontzettend goed zien. Dus ik denk dat we deze kant op gaan lopen en dat we hier een beetje gaan kijken. Dus dan hoop ik dat we ook wat tegenkomen. En ten eerste hebben wij een heel sterk wapen die ik al had. De .36 Nozzle Partition, met een hele goede zoomscope. En dit wapen is ook heel snel te herladen. Nou, we hebben ook de boog bij ons, zoals altijd. Alleen, die heeft denk ik niet zo heel veel zin hier. En we hebben natuurlijk mijn revolver. Ik heb nu ook andere kleding aan, zoals jullie zien. Ik denk, dit is eigenlijk niet hele goede kleding voor dit reserve. Maar ja, het is beter dan die bladeren die ik eigenlijk eerst had. Maar goed, ik ga nou eerst proberen te lopen hier naartoe. Zo eventjes zeker, dus hier zo. Hier zo, en als we hierop zijn, kijken of we kangoeroes kunnen zien. Of onderweg, dat kan natuurlijk ook. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug als ik een varken heb, een wild zwijn heb tegen ben gekomen. Of een rode kangoeroe. Tot zo meteen. Dat was een call van een verwilderd zwijn. En die moet dus hier ergens lopen. Ik ben bovenop een berg gaan lopen. Want dan hebben we tenminste een mooi uitzicht over het hele reserve. Zoals jullie zien, dan kunnen we alles prachtig mooi zien en bekijken. Maar dan moeten we dus eventjes kijken of we dat zwijn kunnen zien. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb haar nou dus gevonden en ze zit op 196 meter hier vandaan. Maar die moet natuurlijk wel wat dichterbij. Want als we zeg maar over de grond in gaan. Nou, rode kangoeroes die zie je natuurlijk niet in dit reserve. Maar we moeten hier wel ontzettend oppassen dat ik niet naar beneden donder. Dus we gaan daar even proberen of we haar wat dichterbij kunnen laten komen. Even kijken waar ze is. Daar. Maar ze zit nu op 185 meter. Dan gaan we kijken of we haar wat dichterbij kunnen laten komen. En dan schieten we haar af. Nou, ze is nu wat dichterbij gekomen, dus we gaan proberen of we haar neer kunnen schieten. Maar ze moet eerst stilstaan voordat we gaan schieten, want het is echt ontzettend moeilijk. Nou, ze staat nu stil, dus we gaan proberen of we haar neer kunnen schieten. Die was wel raak, maar hoop ik tenminste dat die raak was. Nou, ik ben dus nu bij het spoor en zoals je ziet heb ik haar geraakt in het lichaam. En dat is niet geweldig goed, want ik dacht dat ik hem toch wel in het hart of in de longen had geraakt. Maar ja, het was zo ver van mij af. Het was zo'n ver schot. Dus ik ga proberen of ik haar kan vinden. Nou, ik zag haar dus en ze was dus aan het slapen. Maar die komt niet ver. Nou is ze dood. Of ze ging net dood. Of het kwam door het schot dat ze doodging. We gaan er nou eerst collecten en dan gaan we kijken wat de score is. Oh, ik heb haar één keer geraakt, blijkbaar. Oogstwaarde 0,0, ja, dat dacht ik al wel. Nou, maakt niet uit, ze is in ieder geval dood. Nou, en dat is die heuvel waar ik het over had. Dus daar ga ik nou eerst naartoe lopen. En dan gaan we kijken of we rode kangoeroes tegen kunnen komen. Nou, ik ben nu dus bovenop die berg waar ik het over had. En ik ben een beetje aan het rondkijken of ik een kangoeroe zie. Maar dit is zo'n dood reserve dat je gewoon eigenlijk bijna niks tegenkomt. Daarom ben ik hier ook eigenlijk bijna nooit. Dus ik ga zo meteen op zoek naar een kangoeroe. En dan hoop ik dat ik er eentje kan vinden en dat we die af kunnen schieten. Nou, ik ben nu bovenop die andere berg. En hier zijn sporen van een kangoeroe. Een rode reuzenkangoeroe. En laten we die eens proberen te volgen of we wat tegenkomen. Ik heb eindelijk een kangoeroe gevonden. Ik heb echt
constant dat spoor gevolgd. En zoals jullie zien, is er daar eentje. Dat is een mannetje, geloof ik. En daar is er ook eentje. Dat is een vrouwtje. En ik ben ondertussen 35 minuten aan het opnemen. En eindelijk heb ik een roodreus kangoeroe gevonden. Hè? Dus ik laat hem even dichterbij komen. En kijk of we hem dan neer kunnen halen. Nou, ik heb hem eindelijk gespot. En dan gaan we eens kijken of we hem neer kunnen schieten. Het heeft een hele lange tijd geduurd, dus ik moet het niet vernachelen. We wachten even totdat hij stilstaat. En dan halen we hem neer. Ik ben het. Helemaal zat. En volgens mij was hij hartstikke mis. Verdomme. Kijk of we hem hebben geraakt. Nou, ik heb hem dus toch wel geraakt. En hier is hij dan. Het was dus blijkbaar een vrouwtje. In plaats van een mannetje. Ik dacht dat ik het mannetje had. Maar goed, ik had hem in de kop en in de schedel geraakt. Dus op zoek naar een andere kangoeroe. Ik hoop niet dat het weer heel lang duurt. Tot straks. Nou, hier is er weer eentje. Het is dan wel weer een vrouwtje. Het beste is natuurlijk om een mannetje te hebben. We gaan dus proberen. Oh, ik moet gaan liggen, want ze ziet me anders. Je ziet me niet. Goed zo. Nou, daar is een mannetje. Daar bij die dikke boom, zoals jullie zien. Gaan we die gewoon proberen neer te halen. Volgens mij was dat dezelfde als net. Dus ik ga gewoon mijn best doen om die neer te proberen te halen. Hij staat nog stil. Ja, die was wel raak, want er is bloed. Kijken waar we hem hebben geraakt. Nou, ik heb hem dus gevonden. Ik kan nog niet zien, omdat mijn skill level nog zo laag is, kan ik niet zien waar ik hem heb geraakt. Ik denk in het lever of zo. Rechter, achterpoort en het heupbord heb ik hem geraakt. Nou, we gaan hier wel eventjes een voordeel van maken. Mission Speedster complete. Dan hebben we in ieder geval een mooi trophy shot. Die moet omhoog. Lachen. Zo. Kijk, als je eenmaal bezig bent met de kangoeroes, dan kan het wel, maar ik weet wel dat ik hier bijna nooit meer kom. Want dit is niet mijn favoriete, tenminste ik denk van de meeste, dit is niet mijn favoriete reserve. Je hebt hier heel weinig dieren waar je op kunt jagen en dat vind ik gewoon niks. Nou, we gaan nog één kangoeroe neer proberen te schieten. En dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Dus ik kom zometeen bij jullie terug. Nou, ik heb weer een kangoeroe doorgeschoten. Kijken waar ik die heb geraakt. Want ik zag hem in één keer zo omhoog kijken. Zo, hup. Ik dacht, die moet ik meteen afmaken. Want anders duurt het me te lang. In de kop en in de schedel. Ik begin nog een pro-headshot te worden, zowat. Nou, vooruit. We doen er nog eentje. En dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Want deze was wel erg snel. Dus nog eentje. En dan vind ik het mooi geweest. Nou, ik ben nou echt constant bezig om een rode reuskangoeroe te vinden. Maar het lukt me gewoon niet meer. Ik ben al bijna een uur bezig. Als ik nog 3 minuten langer ga, dan ben ik een uur lang aan het opnemen. En we hebben bijna niks geschoten. Het is dus een slechte huntingdag vandaag. Maar goed, het is niet anders. Ik dacht, ik wil jullie dit reserve laten zien. Ik hoop dat jullie dit toch nog een leuke video vonden. Als dat zo is, zouden jullie dan een blauw duimpje voor mij omhoog willen doen. En de volgende keer gaan we gewoon weer normaal in een normale reserve. In plaats van dit hier. Ik haat dit reserve. 100%. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet die like natuurlijk niet. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van... Mag ik eens Firefox zeggen? Bij een nieuwe aflevering van The Hunter. En dan gaan we... wel een goede huntingdag van maken. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En door het heen gaan.